Heen. En daar, jodie mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe Kamel Netwerk video hier op dit kanaal. Ik ben vandaag natuurlijk niet alleen, ik ben vandaag samen met Jordi. Hallo. En voor het eerst dat ik natuurlijk een Kamel Netwerk met iemand doe. En we gaan vandaag ook direct iets speciaals doen. Want we hebben deze grasgroene schoenen. Die gaan we proberen te verkopen aan iemand die noob is en dan ook voor extra duur natuurlijk. Wat is een leuk bedragje dan, Jordi? Ach, jij zei dat het ding toch 10k was of zo? Ja, 10k, ja. 2010, zoiets. Ja, nou, ik zal hem gewoon dan voor 15k of zo proberen. Want we hebben dat ding toch op de boel. We kunnen hem net zo aan iemand gaan verkopen. Ik heb zo. En sommige noobs, ja, waar mag je niet scammen? Word je ervoor geband of zo? Oh, wacht. Hey, daar is het. Je kan erin dus ook. Hoi, ja, dat nee, is Sage. Hij wil mij wat vragen. Nou, kom op. Ga je nog wat vertellen vandaag? Hij wil me vast wat verkopen, maar dan ben ik niet. Ben je aan het livestreamen dan? Of? Nee, aan het opnemen. Oh, aan het opnemen, oké. Super ben je. Mensen in opname, dan weet je in ieder geval, eventjes, dat zeg ik nu alvast. Ik moet zo meteen eventjes mijn vader helpen, dus misschien ga ik halverwege in de opname weg, maar dan weet ik dat. Wie is de beste YouTuber? Wie is de beste? Je kan iets winnen. Iets winnen. Dutch. Gaming. Fout, aww. Beertje bouwen. Ah, Vitor heeft fout geschreven, maakt niet uit. Ja, ik vind Dutch Gaming de beste YouTuber. Ik ga mezelf zeggen. Oh, hij heeft een mes! Waar is de politie? Zag je hem niet? Politie! Ja, kijk, iedereen confirmt het. Nou, ga je nog wat typen vandaag of? Van een slechte politieagent, nu al. Dan niet, doei politie. Vandaag? Dan niet. Ik zag echt letterlijk een mes, dacht ik. Kijk op naam dat gaan zoomen, ik alleen op dat mes. Zag jij hem ook, Jordi, dan? Ja, ik zag wel een mes, hoor. Ja, ik dat zeg, ik ben het dan niet blind of zag ik een ander voorwerp in zijn handen? De politie gaat gewoon zelfs invisie doen. Jongen, de politie op deze server zegt poep. Echt, hè? Wat een slechte elite rank, ga je direct over klaar bij de owner. Ik zag letterlijk een mes, ik weet het zeker.
Hij loopt hier. Lekker hem. Dan ga ik deze proberen te verkopen aan een noob. Jason. Ja. Ik krijg dus mijn geld. Nou ja, dat kan ik ook nog wel eventueel gaan doen. Even kijken als de opname dan nou, dit keer niet van gaat nemen. Want er is geen noob online, want ik ken iedereen hier wel bijna van. Van die opnames van. Wat? Oh, oké. Nou, dan doen we die Ja, boete dus op een hier heb andere ik ook keer geen mee. armor weer, zie je dat? En hier heb ik Ja. wel weer die 30 hamburgers, maar niet die bacon die ik had. Andere server. Dat weet ik, maar waarom heb jij dan hier wel kleding en eten? Nou, deze kleding heb ik per ongeluk gekocht op deze server. Oh. Dat heb ik een beetje ingekocht op deze server, dus blijkbaar gaat dat dan niet over. Oeh. Nou mensen, volgens mij lekt de opname dit keer niet. Als de opname lekt, moet je dat even in de reactie zetten. Of zet, als je, ik, eigenlijk zie ik dat wel terug in de edit. Als ik deze jullie überhaupt kan editen, want ik heb hem voor donderdag staan. Dus we gaan het wel zien. Ik denk dat ik hem wel kan editen. Wacht, zeg. Ja, want als jullie denken, waarom de hek minen jullie? Nou ja, wij minen dus omdat als je die blokken inlevert, krijg je er geld voor. En aangezien wij echt een heleboel geld nodig hebben om een winkel te gaan openen op deze server, ja, willen we dus veel geld verdienen. Maar ik zat net in de chat, Ik zat het nog 20 minuten en dan krijgt iemand op het altaar een magic key. Maar waar is het altaar? dan laat ik je zo wel even Want daar zien moeten we dan over waar we 20 net ook minuten waren, zijn. waar we net ook waren, waar al die mensen stonden. Oh, event ding. Ja, bij dit event timer. Dat is dan geen event, dat is volgens mij een extra event, maar omdat zoveel mensen online zijn. Maar jullie mogen ook in de reactie zetten natuurlijk welke games jullie het liever zien. Als Fortnite is, dat kan natuurlijk. We hebben nog steeds uploaddagen waarvan we nog steeds random moeten uploaden. Bijvoorbeeld deze dag. Wat zei ik nog meer in de groepsappen, Jordi? Gewoon Waren er elke twee dagen zeg of drie maar, random? maandag, woensdag, Vrijdag en vrijdag zondag en zaten we zondag nog zijn even vaste random. uploaddagen en de rest is allemaal. Allemaal Nee, random. wacht, Dennis' serie is op de Dennis. dinsdag, toch? Nee, maandag. Oh, Weet je ook nog gewoon op de steeds. maandag. Oh, oké. Dan is dinsdag, donderdag en zaterdag zijn nog random uploaddagen. Net soms op de maandag heb je dan twee video's. Na een raceweekend van Formule 1 heb je ook nog een GP-talk. Ja. En Dennis Die dan heeft ook een vaak vergeten online serie, is komen. natuurlijk op de maandag. Ja, daarom. Hopen dat hij dat ook door kan zetten aan mij deze serie. Ook, want jullie, ik heb gewoon gezien de owner of iemand anders van de server met de Google-account Kamel Network heeft gereageerd. En die zei ook dat het leuk was. Iedereen heeft gereageerd onder die video dat het leuk was. Dus we gaan het dan voortaan doen. Ik denk dat de serie op donderdag gaat komen. En dat ik Fortnite, Jordi, ik denk dat ik dat op dinsdag ga doen. Moet je zelf weten. Dat weet ik. En op zaterdag, weet ik nog En niet voor de hoor. mensen die deze video kijken en denken van ja, ik wil nog meer Fortnite zien dan dat ik op dit kanaal zie. Kan je natuurlijk ook nog even abonneren op Dutch Plays. Dat is het kanaal van mij en Brian. En daar uploaden we voornamelijk Fortnite op. Heel veel Oké. livestreams, maar ook gewoon video's. Maar ja, we gaan nu eerst heel veel livestreamen en abonnees verzamelen voordat we echt video's gaan Abonnees. maken. Blijf ik. Maar ik ga binnenkort wel een video maken als er bijvoorbeeld een nieuwe legendaire skin in de shop is. Maak daar even een korte video van. En dan edit ik die ook eventjes. Als ik daar tijd voor heb en anders dan upload ik hem gewoon. Net zoals ik. Ja. Iemand roept je. Iemand roept je. Hoe kom je hier aan kleding? Per ongeluk ingekocht. Ja, mensen, je hebt zeg maar een winkel en dan kan je op het paneel.
Heb ik nou niet, maar ik bedoel van dan kan je inkopen en dat heb ik per ongeluk hier gedaan. Ik dacht dat het dan mee zou gaan, maar blijkbaar niet. Was ik echt zo'n noob nog op deze server? Panie, oh nou ja, boeiend. Ik wou snel op die panie en dan in kleding starten. Maar oh, boeiend, het is wel grappig, ben ik niet naakt. Jullie zijn allemaal naakt, ik niet. Iemand zijn pickaxe is net gebroken, dat is wel echt heel kut. Natuurlijk moet de banner ook veranderd worden omdat Brian weg is. Sander erbij is gekomen. Trouwens Jordi, ja. Nou begint iedereen ook een beetje te zeuren, want ik zat vandaag in de party, ja, bij die stream. Met Sander. Ja. Begon Jelle te zeggen van, ja, kan ik in het weekend misschien livestreamen voor jullie kanaal? Ik wil wel graag FIFA livestreamen. Ja, het kan op zich wel, maar FIFA wordt niet heel vaak bekeken bij ons. Nou, nee, dat is het inderdaad. Daardoor heb ik ook die series allemaal moeten stopzetten. Terwijl ik het heel graag voor jullie wil opnemen. Ik vind het ook zelf nog wel een beetje een leuke game, maar het wordt niet goed bekeken. Dat is het juist. Nee, precies. Maar Jelle praat anders ook nooit over deze game. Zeg maar, altijd een beetje grapjes over maken dat jij zo'n dom kanaal hebt. En dan wil hij nou in één keer gaan livestreamen, omdat Sander het doet. Omdat we nou bijna 300 abonnees hebben. Ja, en omdat Sander het ook doet. Ja. Wil hij zelf ook een YouTube kanaal had? Of heeft hij nog steeds Jelle van 25. Harde heet dat gewoon. Van 50 abonnees of zo, of niet eens denk ik. Het is niet om Jelle belachelijk te maken, maar ik bedoel van ja, Jordi heeft wel gelijk, je maakt eerst grapjes over Dutch Gaming en nou, ja. Ik er opeens bij. Wel, eigenlijk al vol zit. Ja, 4 man op één YouTube kanaal, ja, dagelijks deed het ook al meerdere. Gewoon in één video. Ja. En ik kan ook weer, ja, Jelle is wel goed in voordeel. Zeg maar, ik ben ook al een Fortnite uploader, jij hebt een Fortnite uploader, Sander is een Fortnite uploader, dan hebben we niet nog een uploader nodig. Nee, daarom. Bijvoorbeeld, nou, wat ik nou net had meegemaakt met die stream met die kill game, dat kan ik nog re-uploaden voor de vakantie. Echt leuk. Hoe lang nog voor die timer? Niet weer in de chat gekomen. En die Roto 300 abonnees is natuurlijk gestart met nog maar, als ik deze video opneem, ik weet niet of het al zo is. Vijf zo abonnees. Is. Met 5 abonnees toch te gaan. Als het goed is. Of er is alweer een sub bij, maar... Waarom? Nou, dan laat ik hem nog maar heel even snel... Wacht, ik kan wel heel even kijken op YouTube. Deze in beeld brengen. 295 abonnees nog. Ja? Kijk mensen, dat is dus de subcounter die ik in streams gebruik, die het niet doet, maar maakt niet uit. Deze staat nu nog op 295 als ik het opneem, maar hij kan op 300 staan. Vertel daar... Als jullie deze video dus kijken, kan je hem delen met je vrienden, of met je ouders, of met iemand anders die graag YouTube kijkt. En dan vergeet dat, dan moet hij ook niet vergeten te abonneren natuurlijk. En te liken. Als hij nieuw is. Met abonneren. Ja, en ja, je verdient veel geld door minen, maar dat is wel leuk aan deze server. Dan maakt deze server ook extra speciaal. Tering, is heel... iemand is hem helemaal naar beneden gemined. Maar deze Mytopia is heel speciaal. Waarom? Hij werkt heel anders dan andere fake Mytopia's. Hij heeft een paneel. Het heeft geen gemeente, dat heeft elke server wel. En het heeft een mine, dat heeft bijna geen enkele server. Lag ik dat toch goed uit? Ja. Ja? Ja. En de loot crates werken ook anders. Die werken niet op zijn DDG's, nee, die werken op hun eigen manier. Oh wat, ik ben helemaal beneden en ik ben hier naar boven geporteerd, dus ik zit hier in de nieuwe laag. Lol. Ja, ik zit midden in de nieuwe laag, helemaal beneden. Pickaxe is bijna helemaal naar de tering, dus ik moet zo meteen even een nieuwe kopen.
Zo. En dan ga ik ook gelijk een andere pickaxe kopen, denk ik. Nou ja, niet een andere pickaxe, maar dan ga ik die Shulk Touch Enchantment erop zetten. Wat kan je doen? Trouwens, je hebt ook nog Stone, Jordi. Dat is zeldzaam. Ja, weet ik. Dat heb je krijg je door Shulk Touch. Ja, maar Shulk Touch pickaxe kopen. Ik heb bijna mijn hele inventory vol zitten met prut, joh. Alleen ga rustig aan naar boven hakken, want anders dan kom ik er niet meer uit. Dat kan ook. Je kan er ook niet meer uitkomen. Maar mensen, als deze video komt donderdag online, hey, Jess. Dan ben ik... Hoi. Dan ben ik ook live met Fortnite waarschijnlijk. Ik weet niet hoe laat, want ik moet ook maar naar school boeken leveren, maar dat duurt niet zo lang. En dan ga je altijd nog misschien de live kijken op Let's Play die er is. En dan op Dutch Gaming, want ik ga natuurlijk de nieuwe week 2 challenges livestreamen. En ik heb dus de Battle Pass voor mensen die dat nog niet hebben gezien. Kan je altijd nog die 2 livestreams kijken die ik daarmee heb gedaan. En die andere livestream zou nog lang niet verwerkt zijn, maar dat maakt niet uit omdat die 7, 8 uur is. Dat vond ik wel leuk een keer om te doen. Ook nog extra lang kijkplezier. Hier Jason, jij mag deze pickers nog even hebben. En ik heb nu 50.000 euro. Waar zet je Silky Touch erop? Waar doe je dat? Hier al, het kost 5.000. Maar ik heb het er nu opgezet. Weet me niet, je maakt de winst op. Ja, en nu kan je hem in principe wel weer repairen, want repairen is even duur als een Silky Touch dus. Want dat had ik dus voortaan eerst op mijn pickaxe. Ik had maar ergens op pick toen. Ik dacht van laat ik alles met een jump. Ik moet ook efficiëntie erop zetten, man. Wat echt tering aan. Ja, maar dat kost maar 100, hè? Ja, daarom. En een breaking moet je er ook op zetten. Kost ook maar een paar euro. Tenminste, het is niks op deze server. Nee, snap Kokolo, je moet het ook niet te duur maken. Nou, ik heb net aan 7k aan stenen en shit gemined. En ik heb 5k, ongeveer 5,5k eruit aan uitgegeven om pickaxe te kopen. En trouwens, voordat ik deze reacties krijg, van, gaat Jordi dan weg bij Dutch Gaming? Nee. Nee, ik blijf gewoon bij Dutch Gaming. Dus gewoon puur als extraatje. Kijk, in principe maak ik geen video's voor Dutch Gaming en livestream ik alleen. En ja, ik heb een eigen kanaal begonnen van Fortnite, omdat ik Fortnite vind ik een leuke game. Ik wil wel gaan uploaden bij Jason, alleen ja... Ik dacht, we hebben zoveel Fortnite uploaders, kan ik net zo goed een eigen kanaal beginnen. En dan kan ik altijd kijken of Fortnite alleen beter bevalt dan alle andere video's erbij. Ja, daarom. Trouwens, als Formule 1 2018, komt er nog wel ooit een video van over, dan ga ik daar hartstikke hard no live. Dus kunnen jullie daar ook wel veel video's van verwachten. Maar dan komt er wel eerst een video over. En ik hoop dan ook snel carrière klaar te hebben, anders krijg ik dat ook nog niet aan voort. Nee, maar dat begrijpen ze dan ook wel, maar dat heel vaak is fout gegaan. Door dat toen met je PlayStation en zo, dat je weer wat nieuws beginnen. Mm-hmm. Maar ik ben nog best wel ver gekomen. Ik zit al in 112 van het seizoen. En hoeveel rondes heeft het dan eigenlijk? Volgens mij heeft het een Formule 1 seizoen 20 aan 22 rondes. Ja, dan is het nog 10 weken. Ja, dat trek je denk ik dan niet meer. Maar dan eind augustus komt hij uit. Ja, net in onze vakantie. augustus of zo, volgens mij. Jij ging hem toch ook op release halen? Ja, mijn broertje moet hem betalen. Ik heb trouwens, omdat ik dit schooljaar zo hard heb gewerkt, zeg maar. En omdat ik over ben gegaan terwijl ik in het begin van het jaar 7 onvoldoende heb. Heb ik van mijn ouders 50 euro op een PlayStation gestort gekregen. Oh lol. Ja, daar ben ik echt ziek blij mee.
Ga je dat weer doen? Ja, dat weet ik nog niet, maar ik kan altijd nog V-Bucks toevoegen. Dus als ik een vette skin zie. Weet je wel? Ja, Brian wacht ook op een vette 800 skin. Maar hij denkt dus dat de 800 skins in Season 5 even kan maar 200 zijn geworden. Ja, ik ga... Wat zijn nou eventjes? Hij wil 800 skin kopen, maar hij heeft er nog geen één gezien dit seizoen. Er zijn nog maar 2 dagen of 3 dagen in Season 5 voorbij, hè? Ja, oké. Okay. En trouwens, ik heb het tegendeel al voor Brian, want er is al een 800 skin shop geweest, alleen die was niet vet. Maar zeg maar, ik denk van met Fortnite, zeg maar, dan kan ik dan bijvoorbeeld een deel van dat geld in Fortnite steken, een andere deel kan ik in dinges doen. Hoe heet het? In FIFA 19. Want daar bespaar ik zelf geld mee, weet je wel. Want ik krijg FIFA toch voor mijn verjaardag. En wanneer die uitkomt, want mijn ouders gaan de special editie kopen, zeg maar. Dat je extra pakketjes krijgt in een aantal weken, zeg maar. Ja. Wat jij vorig jaar ook had, zeg maar, snap je? Ja. Dus dat gaan ze dan halen, als het goed is. En dan hetgene wat binnen het verjaardagsbudget valt, dat betalen hun. En de andere helft betaal ik dan, zeg maar, de andere gedeelte. Want kijk, ik heb liever dan dat, zeg maar, dat ik hem ook gelijk kan spelen. Want als ik dan packs kan openen en ik pack een paar goede spelers, dan kan ik ook gelijk heel veel geld in het begin halen. Wacht ik heel eventjes met mijn geld uitgeven en dan later allemaal koper is. Snap je? Ik hoef dan niet gelijk een goed team te hebben, maar dan kan ik wel gelijk spelers packen. En als het nou echt hele, hele goede spelers en en ik ga daar een team van maken, dan hou ik hem. Maar als ik nou echt een heleboel geld mee kan verdienen, dan ga ik dat gewoon doen. Ga ik het gewoon verkopen. FC Emmet Team. FC Emmet ja, Team. Ja, dat ga ik serieus maken trouwens. Dat ga ik ook serieus een maken. Een FC Emmet Team en daarmee ga ik gewoon proberen heel hoog te komen. En als Emmet degradeerd wordt, dat is een collectors item voor me. Dan ga ik nooit verkopen FIFA 19. Ik moet gewoon een foto maken van de hele selectie van FCM op FIFA. Kan je tenminste zeggen dat het er ooit in heeft gezeten. Ja, ze kunnen nou wel zeggen van ja, we hebben dan wel een geschiedenisje in de Eredivisie. Maar ik denk dat ze het wel aan kunnen hoor. Handhaving moet mogelijk zijn, denk ik. Ja, je wint van Sparta, die ook net play-offs wilde. Ja, en de Graafschap zit er ook weer in volgens mij. Fortuna, daar kon je allemaal aan. Ze zijn allemaal nog wel... Ja, kijk, net zoals Roda zit er ook nog in, toch? Of niet? Weet ik niet. Nou, in ieder geval de lage clipjes moeten ze wel aankunnen, want dat is ongeveer... Ze wonnen van Fortuna toen ze eerste stonden. Ja, precies, dus. Ze wonnen ook van NEC toen ze eerste stonden. Maar ja, voor mensen die Minecraft leuk vinden, laten we daar maar weer eerst gaan over praten. Heb jij überhaupt al gezien in de... Ja, over 5 minuten moeten gaan. Denk ik. Oké, ik ga snel dan die blokjes verkopen. Nog 5 minuten, dan krijgt iedereen op het altaar. Ja, hoe lang is het al geleden? Ja, ik weet niet. Ik denk even snel de boel verkopen en dan rennen. Ik zag het nou ook pas, dus ik dacht van, oh. Wacht op je. Ik ben aan het spammen, jongen. Ik heb allemaal van die losse blokjes, dus die moet ik ook verkopen. Ik kom er nou pas achter dat ik een enchant dingetje heb. We weten waar een bed is. Oké, ik kom weer in de dinges. Hi. En het altaar is... Die kant op. Wacht, welke... Ja, deze kant als het goed is. Ja, daar helemaal aan het eind. Of is het niet hier? Nee, het is niet hier. Wel de weg volgen. Het is de weg volgen. We hadden eigenlijk net zo goed gelijk links kunnen gaan. Wat staat er trouwens bij jou bij je hotbar welk level je bent? Ik ben level 3. Ja, dus bij mij zit er een 4'tje. Alleen rechts in het scorebord staat er daar van 1. Ja, dan kan je naar 4. Maar je moet het met candy doen. Hè? Het gaat hier niet om geld. Nee, klopt. En hier staat iedereen bij elkaar. Doen. En ik weet niet waarom ze allemaal hierop staan. Nou, komt dat het hier dat item dropt. Dit is een spreuk gebeurd. Oh, de item dropt hier? Ja. Oh, joh. Wacht even. Maar Jordi, als je... doe je slash candy. Hoeveel candy heb jij? Slash candy. 0. En ik heb met 10 uitgegeven, ja.
Oh ja, anders moet je slash level doen, want ik bedoel van misschien kan je voor level gaan sparen. Wacht, slash level. Kijk, je Level hebt van 2 die kost chest. 1 candy. Ja, Level dan 3 moet je kost die 5 moet je nou. candy. Ik heb level 3 en je moet namelijk dat inleveren bij de spawn, want ze hebben hier geen gemeten en dan krijg je dat per direct bijna. Hoe lang duurt het nog dan? Er staat bij het event timer nog bijna een minuut. Nog Waar minimaal zie een je de minuut. event timer? Hij staat op 15 seconden stil. Waar zie je dat? Die staat boven ons. Eén minuut 14. Ja, dan blijft hij hangen, maar dit is niet een goede timer. Kijken. Lijkt het nou gewoon zo? Ja, het lijkt gewoon, hij doet het weer. Nog 1 minuut ongeveer. Wie wil een telefoon kopen voor 20k? Ik heb hem zojuist voor 5k verkocht aan een noobje, terwijl die echt, ja, niks waard is. Nee, daarom. Die krijg je toch uit zijn starterscreen. En kijk, ik heb hem aan jou gegeven en uiteindelijk heb je er nog een gekregen. Nee, ja, je Kijk hebt hoe eentje hem makkelijk het aangegeven, is. maar die heb ik gegeven nog steeds. Ja, En daarom. die andere die heb ik gekregen uit de krediet, die heb ik verkocht. Maar kan je nagaan, hè? Ik heb die telefoon ook 2 keer gekregen. Dus kan je nagaan hoe onzeldzaam die is. Het is wel handig. Nou ja, ik sta erop. Ik hoop dat je hem krijgt. Oeh, ik Kans heb weer een zo sub klein erbij, maken met. yes. Wat Ik heb is? weer een sub erbij. Oh, lekker. Die schudt mij één. Ik heb 8 abonnees. 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2, 1. De winnaar is oh, ik ken al fucking kutspel, doe je krem weg. Waarom blijft iedereen dan op Kutspel. veld? In elk op rijke tata man. Iedereen Het lijkt. is heel erg lijk hier op Iedereen lijkt. Mindhope, ja. En ik ben doorgelopen, hè? Nou ja, laten we de video hier maar bij afsluiten. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan maar vast zeker niet dat duimpje omhoog te klikken. En dan vast te abonneren voor meer Minecraft natuurlijk. Ook hier ook in de reactie spammen dit keer. En dan check ik jullie later. Later mensen! Joe.